Veilig internet, waar denken jullie dan aan? Veilig internet. Geen idee. Dat je veilig kan internetten, dus dat je privacy hebt op je dingen en wachtwoord. Gewoon dat je, laat maar zeggen, ook je beveiliging kan instellen bij bijvoorbeeld je account die je bijvoorbeeld hebt dan. Niet allemaal gekke dingen downloaden, dat je allemaal virus op je computer krijgt. Allemaal dat soort, wat eigenlijk jouw computer kapot maakt. Veilig internet, dat betekent voor mij, maar ik weet het niet, als... of waar die mensen die de hacker of zo, dat is veilig, dat bedoel ik. Hackers, dat denk je aan. Ja. Het moet zo veilig zijn dat de berichten die ik verstuur ook alleen gaan naar degene die ik wil. En dat er ook geen anderen in mijn bestanden kunnen zitten waar ik geen behoefte aan heb. Veilig internet. Goed beveiligd met allerlei, hoe noem je dat, programma's. Ja, mijn zoon die regelt bij ons het IT gebeuren, dus die heeft er allerlei programma's op zitten. Ja, als je je computer opstart en in ieder geval je wachtwoord hebt. Goed wachtwoord. Ja, maar wat is een goed wachtwoord volgens u? Verschillende combinaties, niet dat het mijn geboorteplaats is of mijn naam. Tekens, letters en niet dat mensen het kunnen gaan herleiden. Ja. En regelmatig veranderen je wachtwoord. Ja. Hey, maar als je dan toch internet opgaat, muziek te luisteren of te downloaden en dat soort dingen, welke beveiligingsmaatregelen neem je zelf? Moet je website heel goed beveiligen, zodat er geen hackers in komen. Want anders raak je je beveiligingssysteem kwijt. En gewoon veilig internet, zodat niemand je rekening kan pakken, want er zijn veel oplichters. I actually think that I'm aware there are a lot of risks and I still do insecure internet. I got my Gmail address stolen. I still do a lot of internet banking on my phone, which I know it's not secure, but it's quite easy. So I think it's a bit of conscious decision for people to get a risk upon it, I think. Heb je een stukje rap over veilig internet of zoiets? Ik ga het voor veel. Ja. Kom op, commercieel gaat niet. Je moet samen één zijn. Maar mensen haten elkaar, maar ze moeten bijeen zijn. Kijk op de rap, want je weet wat dit is. Dit is echt, mensen willen verstaan er niks van. Kijk om je heen, iedereen is weer samengebracht. Respect voor elkaar. Ik zeg je, iedereen zit uiteindelijk bij elkaar. We moeten elkaar helpen. Iedereen, ook de mysteries van veiligheid, moet elkaar helpen. Iedereen, we moeten elkaar niet haten. We moeten niet alleen gaan praten. We moeten samen sterk zijn. West Side, East Side, samengebracht. We moeten niet elkaar gaan haten. Oké. Yeah, thanks brother. Ja, geweldig.